Goedenavond, beste mensen, en welkom terug in de rubriek Kim Jong-olies en de Smet. Met vandaag als speciale gast onze trainer Bart Willemsen. En we gaan direct de eerste vraag stellen. Was de stage deze week een beetje goed verlopen? Ja, zeker. De stage is super verlopen. Er waren natuurlijk twee uitzonderingen die zich, ja, zoals steeds, die extra aandacht nodig hebben. Ik ben even de namen vergeten, maar ik weet ook dat ze een klein programmaatje hebben op RAFC-TV. Maar verder is de stage perfect verlopen. Coach, bij deze, u beseft toch dat u door ons nu aan te vallen, dat wij andere vragen gaan stellen? Ja, ik probeer eerlijk te antwoorden, Kevin. Oké, geen probleem. Ik zal, ja. Trachten dezelfde lijn door te trekken. We zijn deze week begonnen, eigenlijk de stage, met een zeer uitzonderlijke loop. Kan u dat even toelichten? De loop? Ja, met name donderdag voormiddag om, denk ik, 7:30 uur, denk ik. Ja, Kevin, dat was een historische loop. Ik denk, de mensen die het niet gezien hebben, die gaan zeggen, ja, maar ze overdrijven en... Het zal wel wat een buiken geweest zijn, maar wat minder. Maar het was een historisch moment voor onze groep. Karel? Ja, dat denk ik ook. En dan moeten we even aanhalen dat er één iemand was die die vetloop volledig heeft uitgelopen heeft. En dat was onze zwarte parel Tosin Dosumbo. Die, je moet er ook wel even bij zeggen dat die mens eigenlijk gewoon de weg kwijt was. En die was eigenlijk aan het NAF-station onder de... Nee, ik zal even verder praten. Het geeft eigenlijk aan dat wij in de groep van 22 spelers maar één echte Leeuw van Vlaanderen hebben. En dat is eigenlijk het besluit uit die loop van donderdag. De watjes zaten direct aan de verwarming. En één heeft helemaal het programma afgewerkt en dat was Tosin. En het was echt erbarmelijke omstandigheden. Kevin, het was uitzonderlijk. Ja, dit klopt, want ik kwam binnen en ik had op mijn kuiten echt gewoon blauwe plekken van de hagel staan. Dus dat geeft al aan hoe hard dat het regende en stormde. En ik heb altijd bang gehad voor Bobby, dat moet ik eerlijk zeggen. Ik heb niemand niet meer gezien nadat het losbrak en ik dacht, Bobby, heel de tijd gedacht Bobby. Ja, en ik katzand in mijn schoenen. Katzand. Ja, en daarmee... Bij deze gaan we afronden, want het was een lange week en de bus wacht. Tot de volgende keer. We hebben een puntje gepakt tegen de eerste klas. Ja. Tussen haakjes. Tot de volgende week in de rubriek Oris en... De Smet. Als Oris er nog is.